Aardbevingen in Noord-Groningen vormen geen bedreiging voor industrie in Delfzijl, blijkt uit onderzoek van TNO en KNMI. Goedenavond, het nieuws uit Groningen, stad en ommeland van dinsdag 11 juni. Dit is Noord Vandaag. Consternatie vanmiddag in de Groninger binnenstad. Een grote politiemacht was op zoek naar een man die in een winkel een medewerker had bedreigd. De zoektocht leidde naar een koffieshop aan het Damsterdiep. Daar werd de omgeving afgezet. In de koffieshop werd iemand gearresteerd, maar hij bleek niets met de zaak te maken te hebben. De verdachte is nog niet gevonden. De gevolgen van aardbevingen zijn voor bedrijven in de Eemshaven en de haven van Delfzijl beperkt. Blijkt uit onderzoek van TNO en het KNMI in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De ondernemers in het gebied zijn blij met de uitkomst. Die aardbeving is voor niemand leuk en iedereen in het gebied maakt zich er zorgen over. Nou, nu voor de bedrijven in de Eems-Delta is nu in ieder geval duidelijk geworden dat die gevolgen beperkt zijn zoals het er nu naar uitziet. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want er wordt wel ondernomen, er wordt wel gewerkt elke dag. De politie heeft het aantal rechercheurs dat onderzoek doet naar de aanslag op de Groninger sportschoolhouder Reza Balili teruggebracht. Het speciale politieteam dat werd samengesteld is ontbonden en er werken nu nog 15 man aan de zaak. Balili werd 2 weken geleden neergeschoten in zijn sportschool aan de Protonstraat in Groningen. De sportschoolhouder is inmiddels weer op de been. 7 kinderen in Sappemeer moesten gisteravond naar het ziekenhuis nadat ze met een irriterende stof in aanraking kwamen. Het gaat om 2-componenten-peur die wordt gebruikt voor het verharden van kunststofleidingen. De kinderen waren aan het spelen op een bouwterrein en de peur zat in dozen die daar stonden. Aan de 4 mijl van Groningen mogen op zondag 13 oktober 1000 lopers extra meedoen, hebben de gemeente Groningen en Haren besloten. In totaal kunnen nu 21.000 lopers in Haren aan de start verschijnen. Vrijdag om 10 uur wordt de inschrijving opnieuw geopend en de 300 mensen die al op de wachtlijst stonden zijn al verzekerd van een startbewijs. Bij Flora Holland, waar ook de bloemenveiling Eelde deel van uitmaakt, heerst een angstcultuur, zeggen de vakbonden FNV en CNV op basis van gesprekken met medewerkers van Flora Holland. Volgens de bonden staan de werknemers onder grote druk, onder meer door een falend ziektebeleid, slechte communicatie en een grimmige sfeer. Flora Holland doet de signalen af als incidenten. Dijkgraaf Alfred van Hal van waterschap Hunze en Aas is in het Duitse watersnoodgebied bij de Elbe, ten zuiden van Hamburg. En hij is daar om zijn medewerkers, die daar zijn voor de bestrijding van de watersnood, een hart onder de riem te steken. Door de extreem hoge waterstand in de rivier dreigen de dijken te bezwijken. Ik ben blij dat wij die zandvulmachines hebben uitgevonden, zo'n 10, 12 jaar geleden, toen we er zelf nood aan de man hadden. En dat hier nu onze medewerkers, die zeer bekwaam zijn in het bedienen van die machine, de Duitsers leren hoe je op een eenvoudige manier snel die zakken kunt vullen. En ik ben daar heel blij mee en heel trots op. Het jaarlijkse buurtfeest in de Groningerwijk De Weijert is afgelast. Want de voorzitter van de bewonersorganisatie Weijert Welzijn is er met de bankpassen van de organisatie vandoor. De voorzitter zou voor familiebezoek naar Iran zijn vertrokken. Het bestuur heeft aangifte gedaan bij de politie en de bankrekening van de bewonersorganisatie is uit voorzorg inmiddels geblokkeerd. Een 26-jarige studente uit Groningen heeft met het Kraslot vakantiekalender de hoofdprijs van 100.000 euro netto gewonnen. De winnares kocht voor het eerst in haar leven een Kraslot. En ze wil met de prijs haar studieschuld aflossen. Het winnende Kraslot was gekocht in een supermarkt aan de Vechtstraat in Groningen. Straks 24 uur hulp verlenen vanuit een caravan. Het is een nieuw concept van thuiszorg dichtbij. De komende dagen komt de zon nooit aan te pas. Wel hebben we het over regen en best hoge temperaturen. Gruis onweer dus. De Groninger Bodembeweging zet grote vraagtekens bij een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Want daaruit blijkt dat risico's bij aardbevingen voor de Eemshaven en de haven van Delfzijl beperkt zijn. En daar gelooft de Bodembeweging helemaal niets van. Het gebied staat vol met chemiebedrijven. Met alle risico's van dien. Vooral bij aardbevingen. Maar de angst daarvoor is niet gegrond. Blijkt althans uit een eerste onderzoek. De Groninger Bodembeweging heeft zo haar twijfels.
Maar waarop is dit nu gebaseerd? Wat zijn nou de harde cijfers en de analyses dat wij dit positieve bericht blij kunnen omarmen? En dat wordt er niet bijgeleverd. Dus tegelijkertijd roept het ook natuurlijk enige argwaan op. Die argwaan is er niet bij de ondernemers in het gebied. Zij staan te juichen bij de positieve uitkomst. EZ heeft dit met KNMI opgepakt. KNMI heeft het uitgevoerd. Hebben ze ook snel gedaan. En dat hebben ze gedaan op alle gegevens die zeg maar op dit moment beschikbaar zijn. Dus in die zin, met de kennis die er is, weten we nu dat op dit moment die gevolgen beperkt zijn. Het is hemelsbreed ongeveer 10 kilometer naar de Eemshaven. Dus op een heldere dag als nu kun je gewoon hier de windmolens prachtig zien. En de centrales die er bovenuit steken. 10 kilometer. Als daar een geruststellend woord gesproken kan worden, geldt het hier dan ook? Maar hier was het tot nu toe het meest heftige gebied. Die vraag die moet nog steeds beantwoord worden. Er komt nog vervolgonderzoek en daar worden de ondernemers bij betrokken. We gaan in gezamenlijkheid een werkgroep vormen om dan nog een stukje vervolgonderzoek te doen en te kijken hoe we nou concreet gebouwen en installaties op een goede manier kunnen toetsen aan de informatie die beschikbaar is. Wordt vervolgd eind deze maand. Dan moet uit een tweede quickscan blijken wat voor gevolgen de aardbevingen hebben voor dijken, wegen en hoogspanningsmasten. Het dreigt een tekort aan nieuwe aardappelen. Binnen enkele weken zouden ze er volop moeten zijn, maar de oogst valt zwaar tegen. En niet alleen in Nederland zijn er veel te weinig, ook andere Europese landen kampen met het probleem. En de verwachting is dat de aardappelprijs dus omhoog zal schieten. Volop bedrijvigheid bij aardappelhandel Landjuweel in Uithuizermede. Maar schijn bedriegt, want deze machine kan straks waarschijnlijk een tandje lager. Het voorjaar was te koud, daarom laten de nieuwe aardappelen op zich wachten. En omdat het vorig jaar ook al niet de best was, krijg je dit resultaat. Dat er de oude aardappelen van vorig jaar eerder op gaan en dat de nieuwe er wat later zijn. En dat sluit slecht aan. Er valt dus een gat. Voor een klein deel kan het tekort worden opgevuld met aardappels uit het buitenland, zoals met deze piepers uit Israël. Maar ook in landen als Spanje, Portugal en Duitsland, waar Landjuweel veel aardappelen vandaan haalt, was de oogst slecht. Daar is ook gewoon minder. Daar is het ook kouder en natter geweest, dus daar komt ook minder. In de lokale markt daar vroeg ook direct veel aardappelen. Dus het gaat moeilijker om ze naar Nederland toe te halen. Eigenlijk zit heel Europa dus met hetzelfde probleem. Overal is een tekort en alle landen doen hun uiterste best om de aardappelen die wel beschikbaar zijn op te kopen. En dus treedt het oude, vertrouwde marktmechanisme in werking en schiet de prijs omhoog. Een procentje 25-30, dat is de eerste inschatting die we maken. Houdt u dus rekening met een fikse prijsstijging de komende tijd. Een zak van 5 kilo zou maar zo 1,5 euro duurder kunnen worden. Voor een zak als deze betaalt u in de supermarkt dan 6 euro. Zo. De dreiging van het hoge water bij onze oosterburen in Neder-Saxe is nog niet voorbij. Met man en macht worden de oevers van de Elbe versterkt. En de zandzakkenvulmachine van waterschap Hunze en Aas draait inmiddels volop mee. En toch blijft de situatie kritiek. Centimeter voor centimeter stijgt het water hier in de Elbe nog zeker tot morgen verder, zo is de verwachting. Bruggen mogen alleen nog door het leger en hulporganisaties worden gebruikt. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de medewerkers van Hunze en Aas kunnen maar met moeite binnen het hermetisch afgesloten gebied de locaties bereiken waar ze hun zandzakkenvulmachine kunnen gebruiken. Ik was er heel blij om dat we op de plek van bestemming waren, dat we eindelijk dan ook los konden en dat we de boel op konden bouwen. Want de jongens die wilden graag bezig zijn daar zo'n dag reizen. En ze waren allemaal blij dat het spul draaide. Inwoners van dit slecht bereikbare deel van de oostoever van de Elbe zijn blij met de hulp die de Groningers bieden. Klasse, super, we zijn begeisterd hier dat die den Deichabschnitt hier übernommen hebben. En ja, we hopen halt, dat het water niet zo hoog komt bij ons. Ne? We hebben jetzt nog 80 cm bis zur Deichkrone. Die prognosen bis Mittwoch sind noch steigend, aber wird mal sehen, wie das hier so alles wird. Ja, ich finde es wel uniek, dass wir als Waterschap in Noord-Nederland, dass wir in Deutschland hier, dass wir unsere Diensten aan kunnen bieden.
En dat vindt ook Erwin Zagel uit Musselkanaal, die door het waterschap is ingehuurd voor het transport van de apparatuur. De hele Elbe is het een grote drama. Maar elk plaats in het dorpje waar je langskomt is alles afgezet en veel politie, Rode Kruis. En dat kilometer na kilometer. Het zijn eindeloze rijen zandzakken, op plekken wel 10 rijen dik, die door de inwoners zelf veelal met de hand worden gevuld. De hulp van Huns N.A. blijft dus een druppel op een gloeiende plaat. Ja, we kunnen het werk vergemakkelijken voor de mensen op zich. Maar met een schepje de zandzakken vullen, dat eigenlijk schiet dat niet op. En wij zitten toch op een productie van 1000 zandzakken per uur. En in zo'n situatie dan moet je er snel bij zijn en dan moet je net produceren wat je kunt produceren. En dat loopt vandaag op rolletjes. Zo constateert ook de vandaag per privévliegtuig ingevlogen dijkgraaf zelf. Ik vind het ongelooflijk om te zien hoe twee landen samenwerken als de nood hoog is. En ik vind het een soort Norberplichtgevoel dat je iets kleins, het is een kleine bijdrage, maar zeer essentieel, dat je dat gevoel hier kunt delen op deze plek. Zometeen, het heeft even geduurd, maar de voetbalverenigingen in Bedum willen samen verder. Maar eerst, voor hetzelfde geld, een echte oplossing voor de bereikbaarheid van Winschoten. Althans, dat zegt de Verenigde Communistische Partij in de gemeenteraad van Oldambt te bieden met een eigen plan. De gemeente wil een fiets- en voetgangersbrug over de A7 naar Blauwestad. Maar volgens de VCP doet hij niets tegen de opstoppingen op de Winschoten rotondes bij de A7. Is er wel voldoende aandacht voor dit knelpunt? Zo vraagt de VCP zich af. Sinds dit de enige aansluiting van Winschoten op de A7 is, staan er vaak files. Die krijg je niet weg met een fietsers- en voetgangersbrug over de A7 naar Blauwestad, vindt de partij. De oplossing is een tweede aansluiting op de A7. Die zou oostelijk van de Molenstad moeten komen via een nieuwe brug over het Winschoterdiep. Het houdt veel verkeer weg van de rotonde. Nu is het soms zo druk dat de oprit naar de rotonde helemaal vol staat. Soms staan de mensen op de snelweg. Nou, dat moet gewoon niet mogelijk zijn. Ik heb ook al wel gehoord dat gedeputeerde bouwmans dan op een gegeven moment zei van nou, dan moet die afrit die moet dan maar langer gemaakt worden. Maar daar los je het probleem toch ook niet mee op. De fiets- en voetgangersbrug die provincie en gemeente over de A7 willen, zou een lengte van 700 meter moeten krijgen. Jammer voor de inwoners van Blauwestad, maar in het plan van de VCP komt hij er niet. Toch heeft de partij aan zich gedacht. Ze kunnen via een hoogholtje, een bruggetje, een aansluiting krijgen naar de fietsers- en voetgangerstunnel onder de rotonde. Wat wij nou willen is graag het probleem oplossen, maar ook tegelijkertijd die verbinding met de Blauwe Stad. Als het ware een fietspad realiseren. En dat kan, maar dat hoeft geen fietsbrug over de A7 te zijn. Volgens de VCP kost het nu gepresenteerde plan 5 miljoen euro. Evenveel als de fietsbrug van de gemeente. Opschudding in de wijk De Weijert in de stad Groningen, want overal doken ineens kruisen en bermmonumenten op, met daarop foto's van verkeersongelukken. Wijkbewoners zijn tegen de uitbreiding van de Zuidelijke Ring, omdat ze vrezen voor meer verkeersdrukte. Maar de actie werd niet door iedereen gewaardeerd. Ineens stonden ze er, houten kruisen met daarop een datum van overlijden ver in de toekomst. Onder de kruisen zijn foto's bevestigd van verkeersongelukken. Sommige zijn voorzien van knuffelbeertjes en kinderrugzakjes. En midden op de rotonde staat een doodskist. De bermmonumentjes zijn door enkele wijkbewoners geplaatst. Zij zijn tegen de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg. Als de plannen doorgaan, zou er volgens hen wel 10 keer zoveel verkeer door de wijk gaan dan nu het geval is. De actie valt ronduit verkeerd bij het Gomarus College even verderop. Daar kwam onlangs een scholier om het leven bij een verkeersongeval. Dit gaat dit over onze leerling. Hè? Wil men nog eens aandacht vragen voor de veiligheid in het verkeer? En dat was niet het geval. Het ging over de Zuidelijke Ringweg. En men had wel wat fijngevoeliger kunnen zijn. De school zocht contact met de stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg. Een groep wijkbewoners die vaker demonstreert tegen de ringwegplannen. Maar deze groep zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het plaatsen van de bermmonumenten. We hebben in ieder geval in de gaten gehouden of er leerlingen op een vervelende manier de dag mee doorkwamen. Dat lijkt mee te vallen, maar ik weet niet vooral onze locatie. Maar het is in ieder geval heel vervelend om daarmee geconfronteerd te worden zo kort na die tijd. Ook de wijkbewoners zelf vinden de actie te ver gaan. Ik dacht eerst in het begin, nou, er zal misschien wel mensen doodgereden zijn of zo.
Ik vind een beetje luguber. Oh, ik dacht eerst van er is iemand overleden, maar dan zie je die datum en denk je dat klopt niet. Inmiddels zijn de bermonumenten door de stadswachten verwijderd. RTV Noord is voor mij het kloppend hart van stad en Ommeland. Wel en wee van de provincie Groningen worden goed belicht. Je hoort veel van nieuws uit eigen regio, dus ik ben er zeer blij mee. Een paar jaar geleden wilden de leden er nog niet aan geloven, maar nu staat het merendeel achter een fusie. De voetbalverenigingen VV Bedum, de eerste club van Arjen Robben, en CVVB gaan samen verder onder de naam SV Bedum. Dit is het dan geworden, de nieuwe clubkleuren van de nieuwe club SV Bedum. Geboren uit het rood van CVB en blauw van VV Bedum. De vlag kan uit, want de fusie gaat door. Eerdere pogingen mislukten, maar gisteravond stemde een meerderheid van de leden voor. Nou, ik denk dat we nu een hele grondige voorbereiding hebben gedaan. Vele commissies zijn aan het werk geweest. Men zag al wel dat bepaalde zaken werden goed opgepakt. We werkten al veel samen. Ja, eigenlijk is het een hele logische stap dat we gaan fuseren. Rivaliteit op het veld is er altijd geweest, uiteraard. En dat zou moeten, dat is ook zo. Dat is een gezonde rivaliteit. Binnen de besturen is die rivaliteit er eigenlijk nooit geweest. En ja, we wonen allemaal in één dorp, we kennen elkaar goed. Ja, als besturen doe je al veel samen, dus wat dat betreft was het eigenlijk vrij eenvoudig. Op het sportcomplex wordt hard gewerkt aan een nieuw kunstgrasveld voor de club. De fusie heeft niks te maken met gemeentelijke bezuinigingen, want geld is er wel. De verenigingen willen samen krachtiger en efficiënter werken. Je probeert de teams naar een beter niveau te krijgen. Je probeert de betere spelers bij elkaar in een team te krijgen, zodat ze beter aan elkaar gewaagd zijn. Betere spelers doe je bij elkaar in. De mindere spelers doe je ook bij elkaar in, zodat iedereen op zijn eigen niveau ook mooi kan voetballen. Dat is belangrijk. Veel voetballen, veel met plezier voetballen, dat is ook heel belangrijk. Na de zomer moet het kunstgrasveld klaar zijn en gaat de nieuwe sportvereniging Bedum met bijna 1000 leden van start. 24 uur per dag hulp verlenen vanuit een caravan die voor de deur van een doodzieke patiënt staat. Dat is een nieuw concept van thuiszorg dichtbij. Met één druk op de bel is de verpleegkundige in no time beschikbaar. Corrie Haverlag is ongeneeslijk ziek. Ze woont in een appartement in het verzorgingscentrum Leeksterheem. De laatste dagen van haar leven wil ze op haar eigen plekje doorbrengen. Toen ik hoorde dat ik longkanker had en ik besefte dat ik hier alleen in huis zat en met mijn kinderen ver weg. Ben ik over na gaan denken van wat moet je als je echt ziek wordt? Een hospice, omdat je alleen bent en, of naar een bejaardentehuis of maakt niet uit wat. En dat vond ik niet. Ik wou lekker thuis blijven. En dat kan, want Thuiszorg Dichtbij biedt vanuit deze caravan 24 uur per dag de zorg die ze nodig heeft. Zij heeft ons gevonden via internet, juist omdat we een caravan hebben, zodat wij ons terug kunnen trekken en dat zij haar privacy kan behouden. Op momenten dat zij daar zelf behoefte aan heeft of als er familie komt of visite, dan kunnen wij hier verblijven. Ja, lekker. Dankjewel, heerlijk. Ellen Kuiper is een van de 5 thuiszorgers die Corrie helpen. Haar 24-uursdienst zit er bijna op. Zal ik open doen? Ja. Ik denk dat dat... Ellen? Thuiszorg Dichtbij is een coöperatie van zelfstandige thuiszorgers. De 3 noordelijke provincies zijn het werkgebied. Er wordt gewerkt met teams. Doordat wij nu echt 24 uur continu bij iemand kunnen zijn, kunnen we de volledige aandacht geven. En niet alleen de aandacht, maar ook de begeleiding. En niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de familie. En mensen die daar ook over de vloer komen. Hulp is altijd dichtbij. Je gaat je veilig voelen, omdat er altijd iemand is. En ik heb nog wel eens dagen dat ik echt heel erg ziek ben. En dus het gewoon heel fijn is als er altijd iemand om je heen is. En nou, als ze een keer een half uurtje niet nodig hebben, nou, dan gaan ze ook wel naar de caravan. En ze laten je ook
Ze geven je je privacy wanneer je dat graag wil. Maar ze zijn altijd aanwezig als je ze nodig hebt. De teams helpen niet alleen terminale ouderen. We hebben inmiddels ook al twee jonge cliënten van 2 en 2,5 ongeveer die leeftijd in zorg. En als ouder wil je natuurlijk het liefst je kind dicht bij je hebben thuis. En dat is voor het kind het beste, voor de familie het beste. En wij ondersteunen ze daar zoveel mogelijk. En een boodschapje kunnen we nog wel even doen. Oké, dat heb je gisteren ook gedaan? Of, Ja. Leuk? Ja, prima. En tot zover Noord Vandaag van dinsdag 11 juni. Morgen gaat Wouter van Stralen uit Noordbroek als een van de 10 finalisten naar de NOS-studio in Hilversum voor de finale van de presentatiewedstrijd van het Jeugdjournaal. En morgen is het buitenspeeldag met ook in onze provincie tal van activiteiten. Dat allemaal morgen. Voor nu wens ik u een fijne avond.